En zoals beloofd gaan we nog naar een tweede luikje kijken. En dat zijn onze eisen vanuit testaankoop. En dan vraag ik uiteraard Laura erbij. Hey Doreen. Dag Laura. Ik ben wat kleiner. Geen probleem. Neem je tijd. Zien dat dat niet omvalt. Ja. Laura, ik veronderstel dat je net gevolgd hebt. Ze hebben het gehoord, denk ik, de supplementen. Een eigen leven. Je hebt het gesprek waarschijnlijk met Gitte gevolgd. Ja. Dus we gaan proberen om een beetje aanvullend eens te gaan kijken naar een aantal dingen die nu vanuit testaankoop echt gedaan worden. Want dat doen jullie op een dagelijkse basis. Ja. Jullie gaan altijd vol voor rechtvaardigheid als het gaat om misleiding van de klant. Ja, hè? En we hebben gezien dat hier eigenlijk echt wel veel gebeurt. Hè. Er loopt heel wat mis met die voedingssupplementen. Dus er is wel heel wat om voor te pleiten op wetgevend vlak. Ik denk dat we zelfs al kunnen beginnen met gewoon de definitie van wat een voedingssupplement is. Klopt. We hebben gezien dat eigenlijk voor een heel deel wel wat overlapt met wat een geneesmiddel is. Hè. Dus als je dat bekijkt, je kent ze wel, de voedingssupplementen, ze liggen hier nog. Maar dat zijn inderdaad van die capsuletjes, pilletjes, druppels, waar een bepaalde stof in zit. Mm-hmm. Maar dat is al volledig hetzelfde als een geneesmiddel. Het enige verschil is dat die voedingssupplementen dus als een soort van aanvulling zijn op je verder gewoon gezonde voeding en een geneesmiddel dus effectief is om bepaalde ziektes te genezen. Maar dat verschil, ja, dat zie je niet als je naar die dingetjes kijkt, hè. Ja, dat, ik bedoel, wat is het verschil nog met een geneesmiddel dan? Nee, omdat dat verschil niet duidelijk is, omdat dat ook wettelijk gewoon niet zo heel erg duidelijk is, zouden we daar toch graag wat meer verduidelijking in zien opdat een voedingssupplement gewoon niet meer op deze manier zou kunnen op de markt gebracht worden. Want ja, dit is gewoon vragen dat de consument misleid wordt. Denk je dat het voor de apothekers ook soms niet zo evident is om daarin te adviseren? Je zou toch wel mogen verwachten dat apothekers nog het verschil weten tussen beide. Vaak heel prominent. Het staat heel prominent, ja. Maar op zich, als we het in de apotheek gaan halen, dan ben ik al blij, want word je geadviseerd. Want dan word je tenminste geadviseerd. Ja. Een apotheker is een gezondheidsspecialist. Die zullen ook wel vragen. Ja. We hebben dat trouwens voor een aantal supplementen wel getest. Wanneer je bijvoorbeeld Sint-Janskruid, een supplement voor mensen die zich wat down voelen, om dan niet de medische term depressie te gebruiken. Mm-hmm. Maar als je die gaat halen bij de apotheker, dan gaven de meeste apothekers toch aan van er is mogelijk interactie met de anticonceptiepil. Dus neem je die als pas dan toch op, want dan mogelijk vermindert dat dan de werking. Maar je vindt heel wat van die voedingssupplementen ook gewoon in de drogisterij, in de kruidvat. Je loopt er een rek, pikt er zeven uit met een die eruit zien zoals dit, waarvan je denkt, zal wel werken. Zelf te combineren. En je neemt ze zelf. En dat is het grote risico. En daar zouden we toch wel eigenlijk echt een grote verandering willen. Gitte zei het ook al. Eigenlijk zou dat gewoon in de apotheek moeten verkocht worden, zodat je minstens toch al dan die raad krijgt van een gezondheidsspecialist. Ja, inderdaad. En zou nu meer controle helpen dan, denk je? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Om maar te zeggen, voor een voedingssupplement, wat moet je nu doen als fabrikant als je een voedingssupplement op de markt zou willen brengen? Dat is, je gaat naar het Agentschap voor de Voedselveiligheid en je gaat een notificatiedossier indienen. Wat zit daarin? De lijst met de ingrediënten die je in dat voedingssupplement gaat steken. En dus op basis van die lijst, gewoon lijst van opgegeven ingrediënten, gaat dan het agentschap voedselveiligheid bekijken. Ja, ziet er oké uit. Geen al te grote hoeveelheden van loesje producten. Hups, het is in orde. Dan gaan ze nog juist kijken naar de etiketering. Ze gaan dan kijken van, oké, staat daar een fabrikant op met een adres? En ga maar op de markt. Ja, zo simpel is het. Zo simpel is het. Het feit dat daar geen wetenschappelijke studies aan vooraf gaan, dat die pilletjes, die druppeltjes, die whatever, in welke vorm het ook komt, dat die niet worden nagekeken om te zien, zit daar ook in wat er op die opgegeven ingrediëntenlijst staat? Wat is misschien de mogelijke samenwerking van deze, vijf ingrediënten die hier maar samengegooid worden? Ja, dat verbaast mij wel. Ja, want ik dacht ook echt oprecht dat wel... Nee. Dat is het grote verschil tussen voedingssupplementen die echt los de markt op mogen als je gewoon een lijstje geeft van dit zit erin, geloof ons maar. En geneesmiddelen die jarenlang bestudeerd moeten worden, waar lange termijn studies moeten worden gedaan voor wat zijn de effecten niet alleen van vandaag op morgen, maar ook over enkele jaren. Dus het is eigenlijk echt opvallend en maakt ook dat
dat het eigenlijk zot is dat je dat gewoon in de kruidvat in je bakje gooit, omdat je vindt dat het er leuk uitziet. En omdat er misschien iets opstaat. Ja, de packaging doet ook veel. Ja, ja. Ja, inderdaad. Dat geeft vertrouwen. Ik denk ook aan bijvoorbeeld het feit dat veel van die voedingssupplementen een Latijns klinkende naam hebben, waarbij je denkt, ja, zal wel heel intellectueel en wetenschappelijk bestudeerd zijn. En dat is dus vaak niet. Dus wat wij willen is, wanneer zo'n voedingssupplement op de markt komt, dat dat echt wetenschappelijk bestudeerd wordt, dat er ook achteraf dan door het Agentschap voor de Voedselveiligheid steekproefgewijze controles gebeuren. Ja. Dus niet alleen dat vooraf. Dat is eigenlijk wat jullie doen, hè? Dat is eigenlijk wat wij nu dus waarom kunnen moeten zij doen. Dat dan niet? Omdat zij dat niet doen, ja. Nee, omdat zij dat niet moeten doen, eigenlijk. Omdat dat helemaal niet hoeft vanuit de wetgeving. En er zouden ook geen te grote verpakkingen mogen zijn. We zien soms echt verpakkingen waarmee je... 60 of 90 pilletjes. Ja, dan zou ik nog blij zijn. 500 pilletjes, terwijl dat je dat dan bijvoorbeeld maar een aantal weken zou mogen nemen om goed te zijn. Ja, als je dan zo'n doos hebt staan... Dat klopt al op zich niet. Ja, dan blijf je nemen, toch? Dus dat zou echt niet mogen. En er zou ook zoveel meer duidelijkheid moeten zijn over de verschillende claims die mogen gedaan worden. Gitte sprak er al over. Dus er is een lijst, een Europese lijst, van claims die voor bepaalde stoffen mogen gedaan worden. Zoals bijvoorbeeld, als er groene thee in je product zit, dan mag daarbij staan dat dat inderdaad zorgt voor gewichtsverlies, omdat dat in bepaalde hoeveelheden, als je het juist neemt en gecombineerd met een goede voeding, dat dat wel kan helpen om iets meer af te vallen dan wanneer je dat niet zou nemen. Ja. Maar die lijst is super lang en daar staan heel wat claims tussen die eigenlijk niet eens gecontroleerd zijn. Maar je mag die gebruiken zolang dat die dan, we noemen dat dan on hold staan. Dus die worden wel gecontroleerd, maar dat duurt nu al, gieten ze uit, al soms tot 15 jaar. En in de tussentijd mogen die claims gewoon blijven bestaan. En dat zorgt letterlijk voor verkoopspraatjes. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Want ik haal hetzelfde voorbeeld. Dus de Akkermansia, waar dus op staat dat dit wetenschappelijk bewezen zorgt voor gewichtscontrole, gewoon omdat men hier vlug een klein beetje groene thee aan heeft toegevoegd, terwijl dat er de grootste product... En wij denken product, aan, het gaat over dat over de bacterie. Main ingrediënt. Ja, inderdaad, maar dat is dus niet. Nee. En dat zorgt voor zoveel misleiding. En als je dan gewoon die claims al veel beter zou reguleren, als je zou zeggen, oké, enkel voor dit product, wanneer het voor zoveel procent in het product zit, mag je exact deze claim gebruiken, dan gaan we ook geen dingen zien als dit waarop staat verlaagde cholesterol. Al, dingen zijn misgelopen bij mensen. Er moeten toch voorbeeld zijn van mensen bij wie ze dan hebben moeten vaststellen van die blijkt al, 2 jaar dat product te nemen. Dat moet toch voorkomen? En dan moeten ze daar toch iets aan doen? Ja, je zou denken dat er iets aan gebeurt, maar dus de wetgeving is voorlopig gewoon niet streng genoeg daarvoor. En goed, de meeste mensen zijn van oordeel van baat het niet, dan schaadt het niet. Of dan, heb ik zelf ook wel een beetje. Ja, dus zeker bij die vitamintjes, kan toch geen kwaad. Ik neem ze gewoon en het zal wel een beetje helpen. En als het niet helpt, dan brengt het geen schade toe. Terwijl dat is niet zo. Hè. We hebben het er al over gehad. Je kan te veel vitamine D nemen, dat kan. En dat kan echt zorgen voor, zeker bij jonge kinderen. Bij België kan dat niet, Laura. In België? Ja, als je veel te veel van die snoepjes met vitamine D gaat beginnen opeten... We hebben geen zon, dus we kunnen niet te veel vitamine D nemen. Maar het is echt wel belangrijk dat als je vitamine D neemt, dat je dat ook enkel neemt. Dus als je tekorten hebt... Ik denk dat er eentje is, een goed voorbeeld is... Van, veel mensen zullen dat misschien nu toch wel nemen. Ja, ongetwijfeld. Vitamine D is de zon. Ja, het is ook wel zo dat er veel tekorten zijn bij ons, inderdaad. Zeker, zeker wanneer de zomer zo lang op zich laat wachten. Maar ga dat niet gewoon zomaar op jezelf doen. Vraag advies aan je apotheker. Ja, of aan je huisarts. Ga langs, laat eens een keer bloed trekken als je je echt heel erg moe voelt. Misschien heb je ook wel andere tekorten dan. Een ijzertekort. Maar ga dat echt niet zomaar gewoon op zich liggen nemen. Er zijn veel problemen mee. We vragen dat de wetgeving verbeterd wordt. Maar het laat soms een beetje op zich wachten. Vandaar dat we toch al een aantal tips kunnen meegeven. Ja. En wij zullen in de tussentijd ervoor blijven pleiten dat die wetgeving strenger wordt, duidelijker wordt, zodat we dit soort dingen niet meer moeten zien. Een mooi pleidooi, Laura. En nog heel veel succes. Dank je wel. Tot later. Dank je.